Er is geen euro extra beschikbaar voor de zorg, maar ondertussen koopt de Nederlandse staat wel dit schilderij ter waarde van 150 miljoen. Wat gaat hier mis? Zonder voor je centen. Ja, zonder voor je geld. 150 miljoen ja. Heeft het gekost. Laten we het maar aan de goede instellingen geven. Je denkt er niet dat ik in een museumgebouwtje naar zo'n Mongolen snor ga zitten kijken? Het is toch een heel mooi kunstwerk, hoor. Dat is helemaal niet mooi. Kijk nou die snor, joh. Maar als we er gewoon eens even naar kijken. Ja, ik vind hem spuug lelijk, sorry. Echt. Ja, kijk. Ik vind hem hartstikke lelijk. Echt waar. En ik ben het ook. Maar ik zou hem ook niet in mijn huis hangen. Nee? Nee. Ja, misschien op de wc omgekeerd. Nou, Caroline, het is ongelooflijk. Code rood, code zwart, paniek in het land. Maar er wordt wel even een schilderij gekocht. Dit is hem. 150 ja. miljoen. Ja. Is dat een goede uitgave? Nou, kijk, weet je wat het is? Je bent geneigd te zeggen van... Ja, waarom doen we dat? Want er kan geen geld naar de zorg. En kan geen geld naar de politie. Ja. Maar dit bewijst dus... dat er wel geld kan naar de zorg. En dat er wel geld kan naar de politie. Maar dat is eigenlijk heel positief. Want, ja, precies. Kijk, je moet omdenken, hè. Kunnen we dan ook stellen dat het geld niet het probleem is... maar de keuzes die worden gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je ziet hoe makkelijk er nu al... wat is het? 90 miljard is uitgegeven sinds het begin van de coronacrisis. Er is wel degelijk geld. Ja. Het gaat erom hoe je het uitgeeft. En ik snap best dat daardoor mensen soms wel denken van... nou, waar is het kabinet mee bezig? Nou, wij hebben gezegd dat het heel mooi is om een schilderij te kopen... maar dat we ook vooral moeten kijken naar de culturele en creatieve sector nu. Oké, dus jullie zeggen, oké, prima 150 miljoen voor een schilderij... maar dan ook 150 miljoen voor de creatieve sector. Maar dan ook 150 miljoen voor levende kunstenaars. We hebben veel te veel ellende in Nederland. Ga je toch geen schilderij kopen van 150 miljoen? We hebben genoeg dingen hier te betalen. We hebben geen huizen. We hebben, onze kinderen moeten thuis blijven wonen omdat er geen huis is. Mijn dochter werkt in de zorg. Ja. 5 euro of zo erbij voor die meiden Kenny. En dan gaan we dit kopen? Belachelijk. Ja. Gewoon belachelijk. Maar het is ook wel een heel mooi stuk kunst natuurlijk. Meneer, dat begrijp ik. Als we... helemaal gewone wereld weer hebben, maar dat hebben we toch niet. Maar het is in ieder geval een koopje zo te zien, maar ze laten daar, als dat zoveel geld kost, dan hebben ze vast wel geld over voor andere dingen natuurlijk. Sommige mensen denken, het geld klotst over de plinten. Maar ik zie er zelf niks van terug. Ja. En dat gevoel snap ik heel erg goed. En dan, dan adviseer ik ze sowieso om de volgende keer geen Rutte te stemmen, want dat scheelt al enorm. De tendens op straat ook, als we mensen hier aanspreken, ja. Die hebben zoiets van, ja, kan dat geld dan ook wel... Ja, is dat dan wel handig? Is de timing wel goed? Ja, dat snap ik heel goed. En ook niet alleen vanwege de tekorten in de zorg... maar ook, er was gisteren een Kamerdebat over de steunpakketten... onder meer voor de culturele sector. Ja. En die steunpakketten die worden juist afgebouwd. Ja. En dan krijg je na dat debat krijgen we een brief waarin wordt gezegd... maar we gaan wel een heel duur schilderij kopen. Los van het feit dat ik het ook een prachtig schilderij vind... maar ja. Ik vind Rembrandt echt helemaal top. Ja. Vindt u Rembrandt zelf ook een aantrekkelijke man? Hij past wel een beetje bij mijn formaat ook. Ik heb alleen niet zo'n snor. Nee, maar als hij nu nog in deze tijd zou leven? Ik denk wel dat het een gezellig man is. Ja. Ik zou wel een biertje met hem willen drinken. Nou, als vrouw zijn, dan kan je daar toch niet verliefd op worden? Nou, dit schijnt echt een charmeur te zijn. Nee hoor. Had alle vrouwen achter zich aan hoor. Ja, misschien hiervoor. Die wil nog geen Mongolen kijken. Ja, die uit Den Haag, die Mongolen willen daar naar kijken, maar wij niet. Ze moeten de geld ergens anders aan besteden. Ja. Niet aan zo'n duur schilderij. Maar dan zou ik ook het kabinet nu wel adviseren. Van ja, laat nou zien dat je behalve het geld voor het schilderij... ook de noden van nou, bijvoorbeeld die ZZP'er in de cultuur serieus neemt. Ja. Deze vaandeldrager is de vaandeldrager voor meer geld... voor een heleboel andere mensen en sectoren die ook geld nodig hebben. Dus daarom zijn wij voor.